Eerst en vooral, ik wil jullie zeer hartelijk danken voor het feit dat jullie ons willen ontvangen. Het is niet gemakkelijk. En de lijn zit natuurlijk met beperkingen ook wel. Gewoon weer een besparing op en af. Dus eenvoudig is het natuurlijk niet. Maar anderzijds denk ik ook wel dat misschien met heel weinig middelen en met wat optimalisering van het netwerk dat er ook wel iets zou kunnen. Vandaar dat ook die medewerking van de gemeentebestuur ontzettend belangrijk is natuurlijk. En dat we natuurlijk ook strategisch nog een aantal zaken een keer kunnen bekijken, hoe gaan we er nu eigenlijk mee verder. Dat dossier is eigenlijk af. In de zin van dat we een detectie gedaan hebben van alle problemen, alle noden die er zijn. En we hebben tegelijkertijd ook een detectie gedaan van alle missing links die er zitten in dat netwerk. Zowel bus-trein als bus-bus. En dan moet je kijken welke pistes kunnen er nog. Kunnen we het ook alleen met de lijn of moeten er nog andere partners bij betrekken? Daar zijn dan uiteindelijk een paar voorstellen waarvan dat we denken dat die realistisch zijn. Dus dat is dus puur het halde lijn over de brug verhaal. Het andere verhaal is eigenlijk de volledige bereikbaarheid ook van de deelgemeente enzovoort, dat we eigenlijk intussen ook aan het meenemen zijn. Eerst en vooral de verbindingen van hieruit naar de kliniek in Willebroek. En ten tweede de verbindingen naar het Waasland, dan vooral de industrie, waar dat dus inderdaad heel veel beweging is. Als we spreken over de optimalisering van het netwerk, dan spreken we dus nog over die bestaande lijnen die er zijn. En het eerste voorstel zat daar meer in, en ik moet zeggen, in de andere gemeenten zijn ze daar zeer lovend over. Dat is dus eigenlijk dat je zegt van, langs de Schelde kant, langs de oevers, want het is eigenlijk de bedoeling dat je de oevers verbindt. Je verbindt niet Born en Temse, je verbindt de Schelde oevers met elkaar. Dat wil zeggen Sint-Amans, met Hamme, Kruijbeken, met Sint-Amans of met Bornem, weet ik het al. Dat je in die context zegt, die bestaande lijnen die langs de oevers lopen, dat je die met elkaar gaat verknopen. En dat betekent dus eigenlijk dat een bus die eigenlijk hier de lijn doet, Dendermonde, Sint-Amans, Bornem, puur gewoon, dat je die verknipt aan de brug. En dat je die dan linkt aan de lijn die aan de andere kant van de Schelde loopt. Concreet betekent dat je eigenlijk een virtueel kruis maakt over de brug. En dat je dan uiteraard goede overstappen moet voorzien langs beide zijden van de brug. Dat betekent in concreto, als we het op Sint-Amans even terugkoppelen, dat we daar zeggen dat Sint-Amans op dat moment een zeer vlotte verbinding gaat krijgen met het tramnet van Antwerpen. Dat betekent dus dat Sint-Amans op, laten we zeggen, 50 minuten aan de Groenplaats is. Dat is een halvering van de rijtijd en dat betekent ook een totale ontsluiting van Sint-Amans. De andere connectie is natuurlijk de verbinding van Hamme-Temse. Komt ook de brug over en die gaat dus in de richting van Puurs en Boom. Dus het ziekenhuis op dit moment in Bornem is ontzettend vragende partij. En die zeggen ook van, wij zouden die connectie met Willebroek moeten kunnen hebben, onze campus in Willebroek, we zouden ook moeten kunnen die connectie hebben met het Waasland. Bijna 3000 gehospitaliseerden per jaar als gevolg van de sluiting van de kliniek in Temse. Je moet rekenen het aantal bezoekers, het aantal consultaties, je moet hem al 4 rekenen. Dus de kliniek is daar op dat vlak een zeker vragende partij. En op die manier krijg je inderdaad weer verbindingen over de brug met bestaande lijnen. Het is eigenlijk de lijn door die van Sint-Amans naar boven ging dan? Ja. En dat zit er mee in verbinding, maar dan zitten we wel mee het feit dat de schoolbussen wel uiteraard naar Boom zouden moeten rijden. De lijn zegt daarop van, eigenlijk is het een zeer goed idee, zeggen ze, maar anderzijds is er een enorme toename van het aantal reizigers geweest de laatste 3 jaar, waardoor dat we wat bang zijn dat we terug reizigers zouden kunnen verliezen. Je kunt ervan zeggen wat je wilt, dat kan misschien terecht zijn, maar aan de andere kant kun je dan nooit ook niks proberen om iets te optimaliseren. Hè. Goed. Het tweede voorstel is dat de verbinding die op dit moment vertrekt in bus 360 vanuit Puurs en die richting Willebroek Kliniek gaat, die koppelt dus met niks in Puurs. Dus dat is een bijzonder jammerlijk gegeven. Iedereen vraagt zich af, hoe kan dat eigenlijk? Hoe kan dat dat je ertoe komt en dat die bus 10 minuten of een kwartiertje weg is? Dat betekent dus altijd 3 kwartier wachten. Mensen van Sint-Amans, mensen van Bornem, het is eigenlijk hetzelfde. Meestal bezoekten in de namiddag. Ja, die zitten daar buiten in Puurs, want het station in Puurs is in de namiddag is dat dus gesloten. Hè. Dus dat is echt een drama. Met een trein naar Willebroek, dan zitten met hetzelfde fenomeen. Dan komt er toe in het station, is die bus, diezelfde bus daar net gepasseerd, is 5 minuten weg. Hè. En dan is de bedoeling eigenlijk, of de vraag tenminste, om die bus te laten vertrekken vanop het knooppunt Temse. Zodat hij een koppeling heeft met alle Waasse lijnen. De kliniek is daar een grote voorstander van. Dat is een uitbreiding met 10 kilometer. Als je ziet, die bus die nu de brug overgaat, dat die maar de naad van de tijd eigenlijk rijdt en dat die voor de rest stilstaat.
En dat is dan het voorstel geweest van de burgemeester van Temse om op een gegeven moment samen te zitten met een aantal, met alle burgemeesters en schepenen van mobiliteit. Met welk voorstel gaan we nu uiteindelijk naar de minister? Kunnen jullie zich daar een stukje in vinden in deze voorstellen? Waar gaat in feite jullie voorkeur naar uit? Het is natuurlijk belangrijk dat vanuit Sint-Evans goede verbindingen blijven. Ik heb een beetje vragen bij het laatste van te focussen op Willebroek. Ik vind dat niet slecht, dat men daar een verbinding heeft aan de kliniek. Maar het is wel zo dat men in Borne momenteel aan het bouwen is en dat het nog altijd de bedoeling blijft, denk ik, dat de dienst ouderenzorg in de kliniek terug naar Borne komt. Want dat is eigenlijk het grote probleem. Ja. Ja. We moeten zien dat we niet de fout maken dat we echt focussen om lijnen naar Willebroek te leggen, om dan daarna vast te stellen dat eigenlijk de focus in Borne moet zitten. Dat is duidelijk dat dus een aantal diensten noodgedwongen in Willebroek zullen zitten, waar dat je toch naar Willebroek zult moeten. Pijnkliniek onder andere, als je de optimalisering doet, dat je het voor alle kanten zou moeten kunnen doen. Als die bus er komt, dat hij een betere koppeling heeft met Sint-Amans. En er is nog een tweede element. Als de Brusselse tram start in Brindhoek, dan kan die bus een echte optimalisering zijn voor heel veel verkeer wegvallen van de Rijksweg. Hè? Dus dat die koppelt naar de terminus van de tram. En die kan veel beter koppelen met de bus die uit Sint-Amans komt. Dan denk ik dat Sint-Amans dan ook zijn verbinding heeft met Bonne, maar dat is ook een verbinding waar we mee willen broeken. En dan is het knooppunt Puurs in feite terug een echt knooppunt. Tot vandaag is Puurs er niet in betrokken geweest. Waarom? Omdat Puurs eigenlijk altijd al zijn verbinding gehad heeft naar alle windhoeken, zal ik maar zeggen. Naar Mechelen, naar Antwerpen, naar Leuven, naar Sint-Niklaas. Naar zijn eigen deelgemeente. Maar dus Borne en Sint-Amans hebben dat dus niet. En het knooppunt zou eigenlijk moeten zijn voor het ganse klein Brabant. En dat is het dus niet. Bijvoorbeeld, ik wil van Sint-Amans naar Willebroek, naar het ziekenhuis. Stel je voor dat we daar die lijn leggen van hier, Dendermonde, Sint-Amans, Borne, Puurs. Als ik op die bus stap, dan rijd ik eerst mee naar Borne, tot aan de brug. Ja. En daar moet je dan overstappen om naar Willebroek te geraken. Ja. Als je naar Willebroek zelf wilt, kun je natuurlijk een trein nemen in Borne of in Puurs. Maar als je naar de kliniek wilt, zul je daar eens moeten overstappen. Dan. Ik wil eigenlijk die dossiers van elkaar loskoppelen, Dirk. Nee. Ik vind natuurlijk dat de trein over de brug... Dat moet renderen, daar gaat de stak volledig achter. Mm-hmm. Maar natuurlijk, als we daar gaan op focussen, dan is de vraag of het de lijn nog inspanningen gaat leveren om de verbinding waar we het al eens over gehad hebben, over Opuurs en Lippelo richting Puurs, wat daar gaat van komen, dat is voor ons minstens even belangrijk. Ja. Als dat moest kunnen, dan is er een rechtstreekse verbinding waar we van spreken. Ja. Dan kun je in Puurs nog altijd overstappen. Ja. Nee, ik vind nu al omslag. Als Sint-Amans van Willebroek moeten dus langs Borne. Absoluut. Dat is al omslachtig. En als je dan nog eens moet overstappen, ja, absoluut. Dan is die helemaal... Ik vind voor Sint-Amans een drama. Ik vind dat echt een drama. Ik voel er echt mee. Dus, ik ben al een aantal keer met Lijn samen gezeten. En ik herinner me toen dat die man, Joeri Smet, zei van ja, oh, we zijn er toch zo gelukkig mee dat het dus perfect past met dat tijdsvenster tussen Dendermonde en Borne. Hij bedoelt ermee een trein in Dendermonde en een trein in Borne. Belangrijk voor Sint-Amans natuurlijk. Wel, de harde realiteit is dat dat juist is op papier, maar dat is in de praktijk dus absoluut niet matcht. Dat gaat over misschien een derde van het aantal keren dat de mensen uit Sint-Amans hun trein niet halen, niet in Borne, maar als ze hem in Borne niet halen, halen ze hem zeker niet ook in Puurs. Dat is een vaststelling. Dat moeten we mee elke dag een keer gaan bekijken. Dat hadden we dus liever mogelijk. We bekijken dat ons station in Borne, we zien die bus toekomen, maar dan is een trein in de richting van Mechelen weg. En je moest weten hoeveel auto's dat er van Sint-Amans naar Puurs komen. Hè? Veel. Hè? Ik zeg, het spijtige van de zaak is dat de verbinding Sint-Amans-Puurs, dat die destijds weggevallen is. En dat is de oorspronkelijke en echte verbinding. Dus in feite op 34 minuten moet dat afgewerkt zijn. Nu, ik kan u verzekeren, zelfs als die bus in Dendermonde vertrekt, zit hij in het verkeer vast, die haalt dat dus niet. Moet hij 5 minuten wachten op de L-trein uit Gent of de trein uit Brussel? En hij moet vertrekken op 4 of 5 en er zitten maar een paar minuten tussen, er zit alles in de soep. Ik kan me niet voorstellen dat iemand uit Sint-Amans riskeert als hij een trein moet hebben om met de bus te gaan. Dat doet het dus niet. Reden te meer dat alles vol zit, telkens opnieuw. Hè. Dus Puurs zit met dat geval van die uitbreiding van het station. Nu, als je de lijn 253 bekijkt, dat is dus die bus die enkele keren het traject doet, hè, en de spits zo'n beetje. Die heeft dus 17 minuten over. Hè.
die haalt dat op zijn NBN. Natuurlijk. Ik vind ook wel dat, wat ik zei ook tegen de burgemeester van Bonham, ik zeg, je moet ook rekenen. Ik dacht altijd dat eigenlijk hingen een vitamin dan was dat eigenlijk bij ons in de soep zit. Ik zeg, maar eigenlijk Brans en Marekerk ook, hè. Zij ook geen ene van die mensen waar eens keren met die pistool, want je altijd gewoon niet. Ik vind dat ze ook de eerlijkheid moeten hebben om hetgeen dat wij vaststellen, om dat ook nog een keer extra te gaan bekijken. Als je dat niet doet, zit je volgens mij niet goed bij. Wat dat Sint-Amans betreft, hier nog de focus op zou willen zetten, dat is dat Sint-Amans van hieruit een vlotte verbinding krijgt met het station van Malden. Dat is hetzelfde als dat je bij Bornem zit, die dus ook geconfronteerd wordt met drie lijndirecties. Jullie zitten met Buggenhout, dus Oost-Vlaanderen, en hier is het uiteraard Antwerpen. En dat is hetzelfde verhaal. En dan hadden dus in feite in de richting van Mechelen een zeer vlotte verbinding hebben, ook in de richting van Dendermonde natuurlijk. En dat zou een perfecte koppeling zijn. Nu, ik heb er met Koen van Deuvel een keer over gesproken, over een rondrit die er ergens moet. En die was er eigenlijk ook wel een stukje voor te vinden, maar we hebben daar niet verder uitgewerkt op dat moment. Maar die zei ook, destijds is er door een rondrit geweest. En als je die connectie moest kunnen maken, waardoor dat de mensen van Sint-Amans eigenlijk zeer vlot op een trein terecht komen, maar zoals je er zelf komt te zeggen, ze zitten, ik weet niet, lang onder de weg nu, hè. Ofwel moet terecht naar Puurs, ofwel moet terecht naar Malden. Maar dat zou een optimalisering zijn tot en met ook bijvoorbeeld Peter in de richting van Gent. Je zit onmiddellijk weg in de richting van Gent. Hoe ver ligt Malder van hier? Je kunt die deelgemeente Dorm betrekken dat die zo naar Malder gaat. We gaan een enorme ontsluiting hebben. En naar de monden, naar Brussel toe en naar Mechelen toe. Dus hij zit hier maar op een aantal kilometers van. Hè. Ik heb het er eens met Edi Kusterbond over gehad. Mm-hmm. Blijkbaar zijn er heel veel, zeker studenten van Gent, ja, naar Brussel. Dat ja, die kunnen daar perfect weg. Vrees dat het terug gaat vastlopen door provincie, zoals het meestal is. Ja. Ja. En ik blijf toch wel focussen op de 18 zou moeten kunnen maken met het knooppunt Puurs. Het ene uur over Liploren zo naar Puurs, naar Jungen, wind aan Eikenvliet, terug Puurs, op Puurs, dat is in de manse omgekeerd. En stel dat de lijn daar niet de middelen toe heeft en ook geen belangstelling voor heeft. Zijn er dan in uw visie andere mogelijkheden, waarbij dat het natuurlijk vanuit een ander hoek gefinancierd zou kunnen worden, om al was het op eigen initiatief eens te organiseren? Allee, het zou een beetje potsierlijk zijn dat men heel goede verbindingen maakt over de brug, waar ik nog altijd achter sta, dat men een verbinding maakt naar Willebroek, die dat vrij vlot kan gaan, maar dat je voor een verbinding over Opbeurs en Liplo richting Puurs, of Inge de Wiet aan Mijkerbliet richting Puurs, dat daar een gemeente zelf gaat een stuk moeten voor tussenkomen of privépartners moet gaan zoeken. Waar zit je dan met de gelijkheid onder de burgers? Hè? Voor de ene wordt het wel geregeld en voor de andere moet je gaan bijdragen. Ik vind dat dat eigenlijk niet kan. Je zit hier met het feit dat je vanuit Sint-Amans rondrijdt om in gemeenten zoals Puurs en Willebroek te vragen. Mm-hmm. Dat is nu eenmaal gegeven. Ja. En als deelgemeente wordt er niet bediend of heel ondermaats bediend. En wat er vroeger nog wel een beetje deftig was, lijn 251, die is dan ook afgeschaft op het gebied Antwerpen, daar konden studenten ook mee weg. Ja. Maar omdat we op zoveel muren gebotst zijn bij de lijn zelf, vond ik dat ik het ook eens even moest proberen aankaarten en zien hoe dat je er zelf over denkt. We kunnen eventueel vanuit de gemeente een schrijver richten aan de lijn. En wij stellen vast dat onze burgers niet op tijd de verbindingen kunnen maken met een NMBS. Als dat een vaststelling is, en je kunt dat dus effectief meten, en dan kunnen zij kijken tegen de lijn. Op dit moment, is er geen aansluiting geweest. Maar daar gaat het over. Ik denk dat je daarmee moet beginnen, om eventuele discussies te kunnen opentrekken en te zeggen, wat ik hier, kunnen we eens niet nadenken hoe we beter vanuit Sint-Amans richting Puurs kunnen geraken, bijvoorbeeld. Ik zeg, ze hebben niet veel geld, maar dan kunnen we misschien het licht maken dat een 253 frequenter op Puurs zal gericht worden. Ook is het gered. Dat is nog enkel met Liploren dat een probleem zit. Dat natuurlijk ook. Dat zit natuurlijk een beetje in dat hoekje. Op 31 oktober hebben we dus een treffen met de heer Gunst van de lijn. Ze vragen dat iedere gemeente een plannetje naar voren brengt. Dat plan is wel bekendgemaakt van de directeur van de lijn. Hè? En is toen zelfs met dat voorstel gekomen van een uurverbinding te maken over Lipo en het andere uur over Opuurs richting Puurs. Want dat was werf nummer 8. Dat was werf nummer 8. En die spreekt over een reguliere verbinding, hoe dat verbinding over spreekt. Dat is een reguliere verbinding. Ja. Of die werf was eigenlijk het onderzoeken van wat loopt er fout en. Ja. Dat was het onderzoek eigenlijk dat men vanuit Sint-Amans het ene uur over Liplo. Dat men over Opuurs en Liplo richting Puurs zou rijden. Mm-hmm. Het enige probleem was daar dat het inderdaad moest aansluiten op de trein. En dat ging men onderzoeken dat er qua minuten uitkwam
als je die verbinding maakt, altijd heen en terug, mm-hmm. of dat dat haalbaar is. Nou, dat is toch op zich al een positief gegeven. Ja, maar dat is een werf waar ik me al veel jaren al van spreekt. Ja. Ja, van in het begin van de legislatuur. Dat zou voor de twee deelgemeenten natuurlijk de ideale oplossing zijn. Ja. Nu, als je het Vlaamse regeerakkoord ook naleest, is dat natuurlijk veel minder positief op dat vlak. Daar spreken we terug gewoon over beeldbussen en andere toestanden. Ja, ja, ja. Maar we weten dat dat niet werkt. Hè. Dus het is het concept van de beeldbus dat niet werkt. Hè. Nee, het werkt niet. Het gaat niet over dat op Antwerpse aangestuurd wordt, ja. of naar Brabants aangestuurd wordt. Het is gewoon dat iemand die aan het station op beurs toekomt en die beeldbus staat daar. Mm. En die maar één persoon op en de andere wordt dan de richting dat hij niet mee kan. Hè. Als ik misschien even mag concluderen. Een vlotte verbinding rechtstreeks naar het tramnet Antwerpen of een verbinding die koppelt vanuit Temse richting Kuurs, waar er dan een aansluiting kan voorzien worden voor de mensen van Sint-Amans. Het zij richting Waasland, het zij richting Willebroekkliniek. Ja. Tweede element is dan dit verhaal, met die bereikbaarheid van de deelgemeente. Dat Sint-Amans op dit moment geïsoleerd zit als gevolg van de niet-bereikbaarheid van de trein. We zijn op het knooppunt Kuurs niet gericht. We moeten een omweg doen naar via Pornhem, ook als we naar Willebroek willen. Wij als gemeente stellen vast dat die haalbaarheid, dat we klachten krijgen van de mensen. Ja. Wij kunnen meehelpen om dat eventueel te detecteren. Hoe kunnen ons mensen nu wegtrekken uit ons deelgemeente of uit Sint-Amans zelf? En dan kunnen die bereikbaarheid van de deelgemeente er denk ik meteen op proberen koppelen. Natuurlijk, een bus die van hier rechtstreeks naar Puurs rijdt, die zal er beter op tijd zijn. We zitten met die koppeling vanuit Dendermonde naar Bornem. Mensen geraken er niet. Zij moeten niet zeggen dat een tijdsvenster perfect past, als dat in de praktijk echt niet het geval is. Ik zou niet graag binnen 5 jaar nog zitten met datzelfde probleem. Echt niet. We kunnen geen 20 jaar niet meer wachten totdat alles dicht zit. Dat is nul drama. Dat is nul een drama, inderdaad. Ja. En daar kun je alleen maar iets aan doen door de light rail in te leggen, dat natuurlijk meer mensen dat gaan gebruiken. Dan komen ze automatisch in Puurs, zoals dat het vroeger was. Mm. En dan kunnen ze daar overstappen, kunnen ze heel Vlaanderen bereiken, om te spreken. Maar dit gaat niet. Hè. Nee. En dat is geen 20 jaar meer overklappen, dat gaat over 5 jaar. Een volledige, volwaardige treinlijn, dan zijn er zware investeringen nodig. Mm. En de light rail is toch een ander concept. Hè. Sporen aanleggen, dat is de infrastructuur, elektriciteit terug volledig aanleggen, dat is er nooit geweest. Ja. Dus dat is een zware investering. Mm-hmm. Mm-hmm. En die lijn ligt daarin, de sporen liggen er. En die studie is al gemaakt van 2006. En dan haalden de auto's van de weg. En dan haalden de auto's van de weg, ja, inderdaad. Ja. Want men zweept altijd met de economie en de kost van files. Zeker, ja. Dirk, wij steunen het concept van de lijn over de bruggen, wel dat gedaan. Je begrijpt ook dat wij vanuit Sint-Amans, vanuit het bestuur, in de eerste plaats geïnteresseerd zijn om de mobiliteit in onze eigen gemeente terug op te optimaliseren. Natuurlijk. En dan is dat een oplossing voor een aantal dingen richting Bornem, maar ik vind dat geen oplossing richting Puurs en Willebroek voor ons. Nee. Als je de koppelingen niet hebt op die lijn waar we nu over spreken, en Sint-Amans blijft hier eigenlijk in het hoekje zitten. Vanuit Sint-Amans zijn we op dit moment verplicht om een trein te nemen in Bornem, wat eigenlijk het knooppunt Puurs is. Ja. Maar bon, dat is geen argument, zullen ze zeggen. Mm-hmm. Maar wel als we zeggen, we komen altijd bijna te laat in Bornem. Ja. Op korte termijn, er zit misschien weinig visie achter. Mm-hmm. Hey, dat we kunnen zeggen, een lightrail en zo verder, dat is meer visie, maar dat is iets wat we misschien kunnen veranderen. Ja. Ja. Liggen aan gezichten en 17 zit vast. Die zit vorig jaar vast, er volgend jaar nog vast. Dat is zo. Maar dat je die verbinding moest hebben, Malderen, over Sint-Amans, Puurs. Dan kun je langs alle kanten. En dan hebben we uw deelgemeente mee, Peter. Ja, als je de lijn over de brug aanhaalt in Temse, dat zal al een kunst zijn. Als je nog een keer over 3 provincies moet gaan praten, Buggenhout, Malderen en Sint-Amans. Allee, ik wens je veel succes, maar dat stuk afschaft van Puurs naar Londerzeel, want dat was eigenlijk voor Puurs ook maar toch wel een oplossing. Ja. Dat maakte vrij veel studenten gebruik van die in Puurs van een trein stapten en dan natuurlijk zo'n stand op Puurs, die reed maar gewoon erdoor, daar ergens afstappen, maar dat was toch al vlak bij huis. Ja, natuurlijk. En dan zegt men op een bepaald moment enkel de provinciegrens van in Londerzeel dat hij naar Brussel. Dat is maar een bewijs van dat er een over de provinciegrens niks doet. Ja, natuurlijk. En vooral als de budgetten beginnen krap worden. Dan wordt het echt lastig om over provinciegrenzen heen te spreken. Iedere keer als ik met de trein aan tafel zit, hadden ze het argument aan, er is te weinig bezetting. Ik zeg, maar wie heeft dat gecreëerd dat er weinig bezetting is? Ja. Als vroeger die een trein rijdt, dat is al lang geleden, dan stonden die perrons vol. Hier in Sint-Amans, in Ophuurs, stonden die vol van Ophuurs te rijden. Ja. Daarna werd het afgeschaft, maar dan was de bus die wel aansloot op de trein. Die gingen allemaal aan de bus. Ja.
Maar op een bepaald moment veranderen ze een uurregeling en klopt dan weer de trein met de bus, dan gaan de mensen de auto gebruiken. Ja, we zitten dan op die bus. En dan zeggen ze, we gaan het afschaffen, want niemand gebruikt die bus. Ja. Als je vanuit Sint-Amans naar Puurs of naar Willebroek moet en je moet over Bornem rijden, dan pak je die ook in de auto. Hè. Op qua mobiliteit zitten wij zo zwak, omdat je gewoon in de hoek zit van Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. We gaan dat zeker meenemen. We gaan dus duidelijk maken dat wat dat betreft Sint-Amans en zijn deelgemeenten dus helemaal geen verbinding hebben. Iemand die werkelijk geen tweede auto heeft om te verwerken of die zelfs geen auto heeft, hè. Dat is wel een serieus probleem. Klein-Brabant is immobiel, maar binnen Klein-Brabant zijn er nog het meeste. Ja. Dat is eerlijk zijn, hè. Ja.